Kwelder Westhoek aan de Friese Waddenkust. Hoge rietranden begrenzen de kwelder en daarachter het uitgestrekte wad. Sinds kort word je welkom geheten door de getijdenwijzer. Die meldt of je er wel of niet in mag. Bij laagwater blauw, ja. Bij hoogwater oranje, nee. Een pilot om een juiste balans te vinden tussen rust en ruimte voor de vogels en het bezoek van mensen aan dit vogelrustgebied. Voor meer dan 10.000 trekvogels, waaronder wulpen en bonte strandlopers, is Westhoek onmisbaar om te overtijen. Mensen kunnen vanaf de dijk de vogels bewonderen. Bij hoogtij rusten de vogels en direct als de platen droogvallen eten ze zich rond. Kluten, bergeenden, bonte strandlopers, krombekstrandlopers, kanoeten, een bonte verzameling. Ze komen van heinde en ver. Zou het werken, zo'n getijdenwijzer als stoplicht? Snapt de mens wel zijn impact op de natuur? Eén verkeerde beweging en ze vliegen massaal op. Voor vogels is rust van even groot levensbelang als het vinden van voedsel. Hopelijk helpt deze informatiepaal om meer bewustwording en minder verstoring voor elkaar te krijgen. Maar wat zijn ze mooi, al die vogels bij elkaar. Een lust voor het oog, ook op afstand.